Hoi, Albert hier. Leuk dat je kijkt. In deze video leg ik je uit hoe je het nummer van Dikhout Stil in mij kunt spelen. Het is echt een prachtig nummer om te spelen op gitaar en zeker de moeite waard om op te nemen in je repertoire. Hoe wordt het nummer gespeeld? Met de capo op positie 4, origineel. Ik zet hem op positie 2, hoef ik niet zo hoog te zingen. Dan kijk voor jezelf welke positie het beste bij jou past. Je kan natuurlijk ook zonder capo spelen. Hoe is het nummer opgebouwd? Nou, zeer herkenbaar intro, coupletten en refrein worden gespeeld met open akkoorden. En dan nog een tussenstuk, zitten enkele barré akkoorden in. Ben je nog niet zo goed met barré akkoorden, laat je daardoor niet afschrikken, maar blijf oefenen. Uiteindelijk gaat het lukken natuurlijk. En dat is het. We duiken erin. Let's go! Het eerste gedeelte van het intro. Het tweede gedeelte van het intro. Ik herhaal. Deze vinger hier. Gebruik je deze snaren. Dus in deze. Deze is gedempt. En deze is gedempt. Klinkt die krachtiger. Je zou zo kunnen doen, maar dan klinkt die niet zo strak. Kijk, dan gebruik je deze ook. Dat kan. Dan hoor je dit. En zo klinkt die wat strakker. En het derde gedeelte van het intro. Dus alles bij elkaar. Het eerste akkoord van het couplet. Het tweede akkoord van het couplet. En dan hou je deze snaar gedempt. Derde akkoord van het couplet. En de volgende stap in het couplet. Thank you.
terug bij het begin. En dat herhaalt zich nog een keer. Dat is het volledige couplet. Het refrein. Dat doe je twee keer en de oploop naar het couplet begin je een beetje zachtjes. Het tussenstuk. En dan nog een keer. En dan eindig je zo. En dan ga je naar het refrein. En dan het slotakkoord. Vond je dit nou weer een leuke video en heb ik je hiermee kunnen helpen? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Zet ook even het notificatiebelletje aan, dan hoef je nooit een video te missen. Heb je nog vragen, verzoekjes of suggesties? Zet dat even onder in de comments en dan zie ik je graag een volgende keer. Hoi!